Nou, Berend, er is ongetwijfeld gereageerd op de satellietonderwerpen. Ja, niet zo'n beetje ook. Honderden reacties. Niet uit. En wat gaan ze nu doen met het spotje dan? Nou, het spotje gaan ze aanpassen. Merken. En de merken. Oké, nou heeft u zoiets meegemaakt, belt u ons dan gratis 0800 1343. Ja, wat is nu de goedkoopste en toch de beste autoverzekering? Independer, een vergelijkingssite voor financiële producten, ontwikkelde een unieke methode waarmee u in no time kunt uitzoeken of u niet te veel betaalt voor uw autoverzekering. Ja, bij mij in de studio Edmond Hilhorst van Independer, hartelijk welkom. Radar doet wat minder dekking te nemen. Ja. Een ander voorbeeld laat zien dat met het advies van Radar Autohulpen juist een grotere dekking en toch een goedkopere polis voor de auto is af te sluiten. Dus je kunt een hoop besparen en toch een betere autoverzekering afsluiten. Er is een aantal zaken dat invloed heeft op de hoogte van de premie. Uiteraard het aantal schadevrije jaren en de woonplaats, maar ook het beroep kan invloed hebben op de hoogte van de verzekering. Nou Edmond, wij waren toch echt wel verbaasd dat je goedkoper uit kunt zijn met All Risk dan met een beperkte nog horen. Ik dank je wel voor het gesprek. Ja, de Radar Autohulp die start dus nu op internet. En hier kunt u in een handomdraai de best passende autoverzekering uitzoeken. Waarmee u ook nog eens honderden euro's kunt besparen. We leggen het uit. Bij ons in de studio zit Hans Smet. Hij heeft 4 maanden gewerkt als vrijwilliger in het betreffende dierenasiel. Herkent u deze verhalen? Ja, maar Red Nose dagen. Wat voor dagen waren dat? Dus Red Nose. Ja. U heeft een aantal verschrikkelijke foto's gemaakt waar dat op te zien is. Ja. Dat honden elkaar opeten. Die gaan we nu laten zien en dat betekent voor mensen thuis die dat niet willen zien, die kunnen ongeveer 10 seconden wegkijken. Kende u de honden waarmee dit gebeurd is? Zo'n honger dat ze... Die hadden dus zo'n honger, dat zijn situaties waar... ...geld wel aanwezig is geweest of denkt u dat het echt een goed idee is om dit asiel te steunen zodat ze dat eten kunnen gaan kopen? Ik weet dat er veel geld aan het asiel gegeven is. Mekaar dus opvreten uit ellende. Ja. Nou, 2 maanden geleden is het blad Hondenmanier op de hoogte gesteld van de omstandigheden in het asiel. Waarom plaatst het blad dan toch een positief artikel over het opvangcentrum in kwestie? In de studio Sascha Gaus, hoofdredactrice van het blad Hondenmanieren. Nou, welkom. Ik vind het zeer dapper van... Wel bereid om daar namen er verder in te verdiepen en hoor en wederhoor toe te passen. Het is een wat technisch verhaal, maar dat... Het was al gelithografeerd, heet dat, hè? Met een, ja. Maar het was nog niet gedrukt op dat moment. Het was nog niet gedrukt op dat moment. Maar u kon het niet meer terughalen? Nee. Maar had u niet dan bijvoorbeeld een extra los inlegvelletje, een A4'tje kunnen doen? Maar vergeet niet wat er gebeurt met de honden die niet in een opvangcentrum terechtkomen. Als ze gelukkig... Foto's zeggen mij genoeg, toch? Dit soort of... Want wij komen op voor het welzijn van honden. Ja. Vindt u zelf... Ja, dat snap ik, dat snap ik. Maar vindt u zelf niet dat er toch... Dat het op zijn minst journalistiek erg onzorgvuldig is geweest. Dat u toch misschien meer aandacht had moeten geven aan die mailtjes en misschien een inleg. Ik weet niet, ik moet. Dit is verschrikkelijk wat ik hier zie. Maar als ik me nu dan echt van mijn journalistiek. U heel veel informatie geven, want dat hebben wij in ieder geval van tevoren wel gedaan. Ik hoop dat u heel snel iets aan die website in ieder geval doet. En we willen uiteraard nog graag even benadrukken dat dit een unieke situatie is en dat de meeste asielen in Spanje juist uitstekend werk doen. En overigens, de volledige documentaire Nacht op de Berg van Belinda Muldijk wordt 6 mei om 4:30 'smiddags uitgezonden op Nederland 2. En dan kunt u allemaal horen hoe het allemaal is afgelopen. Ik dank u hartelijk voor de toelichting. We vinden het allemaal een vreemde gang van zaken en besluiten samen met Ed Bobeldijk naar Intermar te gaan om verhaal te halen. Steunpunt acquisitiefraude. Fijn dat u er bent. Ja. Het bedrijf Intermart, is dat een bekende voor u? Kunt u nou tegen zo'n bedrijf ondernemen? Dat ken ik niet erg eens. Nee, kijk, dat is het probleem om één bureau, specifiek bureau, aan te gaan pakken. Maar ik kan niks toezeggen, ik kan geen verwachtingen gaan scheppen, want we moeten die zaak wel goed bekijken. Ja, en er moet uiteraard ook geld voor komen, want dat heeft u ook niet in overvloed. Nee, wij moeten... Het zou in ieder geval zinvol kunnen zijn om zoveel mogelijk mensen met dezelfde ervaringen, dat die zich melden, want dan kan er mogelijk iets gedaan worden. Nou, het is duidelijk, als u slechte ervaringen heeft met het bedrijf Intermart, dan kunt u zich melden via www.fraudemeld.nl. Ook te vinden via de Tros Radar website. Ik dank u heel hartelijk. Ja. Ravensburger, gefeliciteerd. Dat is service. En mevrouw kan aan de slag. En dit was Radar voor vanavond. Volgende week zijn we er weer en dan gewoon 9:05. U kunt op ons rekenen.